Zeggen dat wij niet gastvrij zijn in Nederland. Nou, daar gaat Kanerpil. De man van de 0-1. Nu is die aangever, dat wilde hij doen, maar Boeren wordt... Van Imschot. Hofstede en Tenden. Van der Meer is nu voorbij. Kaluta. Ruimte voor Disveld. Disveld of Van der Meer.
Linksback van Go Ahead. Er als eerste bij. Raakt het nog. Dus mag Den Bosch ingooien. Probeert de Duits met een strakke paas Sarota te bereiken. En is dit natuurlijk wel een overtreding waarvan je zegt... Nou, wat gaat de scheidsrechter hiermee doen? Verdedigd door Niels Veun. Trok goed naar binnen. Er kwam een kans. Knieveld. Seuntjes. Alles wat Seuntjes aanraakt verandert in lood in plaats van in goud. Geen doelpunt. En zo stapelen de mogelijkheden zich op erin bij VVV. Hier wordt het 2-0 mee. Die bal wordt overgeschoten. Maar de inzet sowieso dus niet goed genoeg van Lars Hutte. Van der Meer is er langs bij Sadiki. Dijssen in de kleine ruimte, komt hij niet uit. De Recht, nou, hoopt toch vooral dat de fans met een goed gevoel na afloop naar huis kunnen gaan. En daar is het overigens nog 0-0 na ruim een kwartier. Van der Meer is vele malen sterker dan die arme Sadiki die fysiek gezien veel te kort komt. Nou, Thijssen, nee, want Mares kopt hem nog net weg. Nieveld sluit dan te laat aan. Vriends naar Van der Meer, die heeft nu even vrij spel. Omdat Fortuna een mannetje mist aan die rechterkant. Maatsen.